De openbare vergadering van de Nationale Assemblée is vandaag niet doorgegaan door gebrek aan quorum. De vergadering was uitgeschreven voor 11 uur. De debatten over de huurwet Woonruimte 2020 zouden worden voortgezet. Maandag en dinsdag is er uitvoerig gedebatteerd over de initiatiefwet ingediend door Jennifer Gering-Simons en Roselli Coutinho. Er is langer dan 3 uren gewacht op leden, maar uiteindelijk moest de vergadering worden verdaagd door Coutinho, die de vergadering leidt, aangezien Gering-Simons de wet verdedigt. De oppositie heeft niet meegewerkt aan de vergadering, terwijl er voldoende leden in het gebouw aanwezig waren. 25 leden hebben de presentielijst getekend. Alleen Riyad Nur Mohammed van de oppositie heeft de presentielijst getekend, omdat hij eerder is weggegaan. De rest van de oppositie zat in de zaal zonder te tekenen. De openbare vergadering over de huurwet is tot een nader te bepalen datum verdaagd.